Welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, zaterdag 17 juli. Een ieder kan besmet raken met het coronavirus. En niet weten waar je de besmetting hebt opgelopen. De gevolgen welke dit virus met zich meebrengt is niet om over te praten. Zelfs nadat je uit het besmettingsproces bent, heb je nog van de zware bijwerkingen die dit virus achterlaat. Vermoeidheid, pijn op de borst, kortademigheid, je zwak voelen zijn enkele van de bijwerkingen die je eraan overhoudt. Phyllis Pinas is hoofd bij het Centraal Lab van het BOG en zij is ook ernstig ziek geweest. In deze aflevering deelt zij haar verhaal met ons hoe zij het heeft ervaren om besmet te zijn geweest. Phyllis was ernstig ziek dat ze op de highcare afdeling terecht is gekomen en net daar stopte voor haar ook het contact met de buitenwereld. Luister mee. Hoe ik besmet ben geraakt en hoe het allemaal begonnen is. Zoals u weet ben ik werkzaam in het Centraal Laboratorium van het BOG. En ik heb lange dagen gemaakt hier in het lab. Ik werk van 7 uur tot 11 uur 's avonds. In de meeste gevallen ben ik in het lab. En dan vind ik daarna mijn weg naar huis, als ik vind dat ik op schema ben. En het was zo dat ik me 6 mei, was ik ook tot laat in het lab, eigenlijk de hele tijd. En dan voelde ik me heel vermoeid, echt oververmoeid. Ik voelde gewoon van, nee, ik heb rust nodig. Mijn lichaam had me al een signaal gegeven van, nee, neem verlof. En dan die 7 mei, ik kan me nog herinneren dat het een vrijdag was, heb ik gemeld, heb ik de analisten gezegd van weet je wat, morgen zien jullie me niet. Ik ga niet op het werk zijn, ik zal gewoon van huis uit werken. Heb ik vrijgenomen die vrijdag. Dat weekendje, die zaterdag, moest ik ook op het werk zijn, want het was een zaterdag voor moederdag. En de heer B, voorzitter van het parlement, zou hier in het lab komen om aan de moeders die COVID-werkzaamheden verrichten een presentje te geven. Die ochtend heb ik afgemeld, want ik voelde gewoon van nee, ik kan gewoon niet. Mijn lichaam, ik voelde me zo verzwakt. Ik had migraine en last van rugpijn. Ik heb het niet meteen in de richting gezocht van COVID, omdat ik van jongs af al last heb van migraine. En van tijd tot tijd heb ik ook last van mijn rug. Dus ik heb het daarbij gelaten. Ik heb maandag toen een WhatsApp bericht gestuurd naar mijn OD. En er gezegd van, mevrouw, ik ga een week verlof nemen. Ik zei ervan, sinds ik werk heb ik nog geen verlof genomen en het is een beetje mooi geweest. Ik zei daarvan, ik ga wel gewoon beschikbaar zijn, maar ik doe gewoon alles van huis uit. Ik heb verlof genomen. Ik was thuis, ik werkte wel. En ik kreeg toen andere symptomen. Ik had last van diarree. Echt, het was niet normaal. Vette diarree. Ik kon niet eten. Ik had geen reukverlies, maar achteraf bekeken, als ik nu terugdenk, leek het wel op smaakverlies. Want mijn tong, het proefde zo bitter. Dus het was wel smaakverlies wat ik had. Ik heb die hele week niet gegeten. Ik dronk ampertjes water, echt slokjes water dronk ik. En dan de tweede week zei ik aan de OD van, ik ga nog een week verlof nemen. Toen zei ze van, ben je zo moe? Zei ik, ja, ik voel echt dat ik oververmoeid ben. Ze zei van, oké, rust maar uit. Rust goed uit. Maar mijn moeder woont in bij me. We wonen samen in een huis, in het huis bij mij. En ze heeft me al de tijd geobserveerd en in het begin dacht ze niet aan COVID. Ze dacht er echt niet aan, want ik had niet de typische verschijnselen van COVID. Maar toen ik diarree begon te krijgen en ik had geen zin om te eten, is ze wel aan de bel gaan trekken. Heeft zij achter mijn rug om mijn huisarts gebeld.
die tevens ook haar huisarts is en die ze eruit gelegd. En ze heeft ook gebeld naar BOG, naar 178. Ze zegt, mijn dochter is zo iemand. Ze is al zeker 2 weken ziek. En bij de eerste week dacht ik niet aan COVID, maar deze tweede week wel. Ja, en toen heeft mijn moeder gebeld naar 178. Ze heeft met een van de artsen van 178 gesproken. En dat was een zondagavond van 16 mei. 16 mei in de avonduren. Ik was zo emotioneel. Echt emoties. Ze schoten me eigenlijk mijn kop te boven. En ik kreeg ruzie met mijn broer. Die woont in Nederland. Want mijn moeder begon te bellen naar Nederland. En mijn broers werden zo bang. Ze zei van, ik ben ziek dat ze corona heeft. Want ze dupeert me hier in het huis. Ze wil gewoon niet naar de dokter gaan. En zo, ik had haar gezegd dat ze niet te vaak moet werken. Ze rust gewoon niet uit. En ja, nu is ze eigenlijk kapot aan en laat ze liever gaan swappen, dan sluiten we dat tenminste uit. Die 16 mei in de avond heb ik meneer Ori, de directeur van BOG, een app gestuurd. Heb ik hem gezegd van, ik voel me niet goed en ik wil toch een COVID-test doen. Hij zegt, ja, doe een COVID-test, laten we het uitsluiten. 17 mei, ze is een van de analisten, me komen swappen thuis. En de volgende ochtend, dus diezelfde dag eigenlijk, die 17 mei, heb ik binnen 2 uurtjes mijn resultaat gekregen. En ik schrok van het resultaat. Die CT-waardes die gekoppeld waren aan het resultaat, omdat ik er verstand van heb. Ik schrok er ook van, want ik wist dat ik zeer besmettelijk was gekeken naar de CT-waardes. En meneer Ori belde me toen. Ik zei, nee, ik heb toen weer een bericht gestuurd naar hem. Heb ik hem gezegd, meneer Ori, ik heb corona. Hij heeft gezegd, ik bel je meteen. Belde hij me en toen zei hij van, hoe voel je je? Toen zei ik hem van, nou, los van de verschijnselen die ik heb, ik voel me goed. Toen zei hij van, oké, wat wil je zelf? Toen zei ik hem van, ik wil niet naar het ziekenhuis gaan, ik wil niet naar Wanika ziekenhuis gaan, ik wil gewoon opknappen thuis. Toen heeft hij gezegd van, denk je dat je thuis kan opknappen? Toen zei ik hem van, ik ga mijn best doen, want ik heb gewoon rust nodig. Toen heeft hij gezegd van, oké, maar hij gaat met een arts een overeenkomen en dan zal hij er vragen dat ze terugkoppelt met een paar andere artsen, dat ze even mijn vitale functies komen checken. Ze zijn geweest en die zuster zei van, mijn vitale functies zijn oké. Het ging bergafwaarts met me diezelfde 17 mei. In de vooravond, meneer Ori had toen gebeld. Hij zei, hoe voel je je nu? Zij kwam van, nou, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben moe. Ik eet gewoon niet, ik lig de hele tijd op bed. Ik zei, maar is al 2 weken. Toen heeft hij gezegd, maar wil je niet gehospitaliseerd worden? Ik zei hem, nee, ik knap liever zelf thuis op, meneer Oor. Ik denk dat dat het beste is. Toen heeft hij gezegd, maar je praat door je neus, Phyllis. Toen zei ik hem van, serieus? Zegt hij, ja, kan je goed ademen? Toen zei ik hem van, ja, ik adem normaal. Toen heeft hij gezegd, maar je ademt, ik vind wel dat je door je neus praat. Oké, ik merkte het niet op en mijn moeder was toen bij me gekomen in de kamer. Natuurlijk met alle PPE, want ze had al een hele poos het gevoel dat ik corona had. Toen zei ze me van, Phyllis, het gaat niet goed met je. Ik denk echt dat je misschien gewoon goed moet opknappen. Je moet misschien echt moet een arts bij je komen. Ze zei, en moeten ze je vitale functies weer meten? Ze zei gewoon, je lippen zijn zwart, je ogen zijn naar binnen. Ze zegt van, je praat gewoon niet goed, je bent gewoon in de war nu. En ik was in de war, ik was warempel in de war en heel emotioneel. Toen is er weer een team van een arts en een zuster. Een zuster van de RGD zijn dan weer bij me gekomen, de tweede ambulance. En het was in de vooravond, iets van 6:30. En ze hebben mijn functies gemeten. Ik kan me herinneren dat ik was niet meer bij, hoor. Ik zeg het eerlijk, ik was niet meer bij.
bij mezelf, ik kon niet echt zoveel meer herinneren. Maar wat ik wel wist van, is dat die zuster naar buiten ging bij die broeder. En ze zei van, die functies zien er niet goed uit. Ze gaat bellen naar de arts van 178. Ze heeft gebeld, ik weet niet wat ze besproken hebben. En ze kwam toen met een gas, een zuurstofcilinder in mijn kamer. En ze zei van, ja, ik lig rustig, ik ga dit zetten. Het moet naar je neus gaan. Zuurstof moet naar je longen gaan. Ze zei van, je dingen, functies zijn helemaal niet goed. Ze zei van, je moet meteen gehospitaliseerd worden. Ze zegt van, we zijn net op tijd gekomen. Ze heeft mijn zuurstof toegediend en totdat het een waarde had van volgens mij 91, zei ze van oké, maar zolang ze het weghaalde, dropte het weer. Jezus zei, laat het de 92 bereiken, dan gaan we je begeleiden naar de ambulance. En dat is wat ik me nog kon herinneren voor die avond, diezelfde 17 mei. Het is gewoon, binnen een dag was ik gewoon eigenlijk van hier naar hier gewoon in elkaar gezakt, letterlijk. Ik weet ook niet als het ligt aan het feit dat ik gewoon op dat moment echt besefte van, ik ben geïnfecteerd eigenlijk met het coronavirus. Ik ben besmet geraakt. Volgens mij heeft dat een soort van, het heeft me geestelijk getackled volgens mij, ja. Want ik vond wel van, ik heb gefaald. Om mezelf te beschermen en meer nog met de functie die ik heb, dat ik geen voorbeeldfiguur eigenlijk kon zijn voor de analisten. En ik zat met een heleboel vragen van waar ben ik eigenlijk besmet geraakt? Want ik ben iemand, ik was al mijn vruchten. Ik was al mijn vruchten, mijn handen was ik meer. Ik gebruikte niet echt alcohol, maar meer met sop. En mijn mondkap had ik de hele tijd op. En ik ben meer iemand van werk thuis. En als ik zo vroeg op het werk kom en zo laat weer naar huis ga, dan rijzen er wel vraagtekens van waar ben ik dan besmet geraakt. Dus ik zat echt daarmee van waar. Ik ben beland in het ziekenhuis, in het Jaconessenhuis. En ik ben niet naar de IC gegaan. Ik ben niet in IC beland, maar wel meteen op high care, want mijn situatie was heel kritisch. Wel meteen op high care en ik vertoefde zeker 4 dagen op high care. Ja, 4 dagen. 4 dagen, ja, 4 tot 5 dagen op high care. En toen ik mijn situatie iets stabieler was en ik begon te eten, hebben ze me eigenlijk uit high care gehaald en op een andere afdeling gezet. De artsen zeiden wel dat mijn situatie het was al iets wat stabiel. Ja. Ik had sowieso geen diarree meer toen ik medicijnen kreeg in het ziekenhuis van de artsen natuurlijk. Is mijn diarree wel binnen 3 dagen gestopt. Mijn smaakverlies, ik kon weer proeven. Dus mijn smaak en hem was teruggekomen. Ja, ik kon weer proeven. Die pijn die ik had in mijn longen, dus mijn bovenrug, ja, het is in mijn longen. Die zijn iets wat verminderd. Ik heb ze van tijd tot tijd nog dat ik steken voel in mijn longen. Ik heb dat wel nog. Ja. Ik ben ook gaan lezen en ik heb begrepen dat het toch wel een langtermijn kwaaltje zal zijn. Ik heb nog andere klachten. Ik had al last van hoge bloeddruk, alhoewel het niet gigantisch hoog was voor COVID. Maar na COVID is het wel. Ja, het is toch wel aan de hoge kant. En het dropt niet zo makkelijk. Ondanks ik, ja, mijn huisarts heeft al zeker 3 keer mijn medicijn veranderd. En dat lukt maar niet. En ik mijn hartslagen zijn ook hoog. Omdat ik het ook dagelijks meet thuis. Dus dat koppel ik terug met mijn arts van, dit zijn de waardes die ik dagelijks vind. Ze zei van, ze denkt wel dat het, ja,
op langer termijn wel zal verminderen. Dus dat die klachten zullen verminderen. Ze zegt van ik moet dat wel tijd geven, want het kan 6 maanden, het kan ook 1 jaar duren. Het heeft mijn hele leven veranderd. Een hele ommekeer is het nu in mijn leven. Ik kan niet. Ik ben iemand, ik deed vaak rondjes in de buurt bij me, omdat ik van hardlopen hou. Dus ik deed rondjes in de buurt bij me, maar nu kan ik het niet meer doen. Ik probeerde wel laatst, maar het gaat niet zo makkelijk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik had geen geloof in het vaccin. Want als ik geloof had in het vaccin, was ik vanaf dag 1 toen meneer Oria me zei van ik ga vaccineren. Er zijn meerdere mensen die me gezegd hebben, zelfs dokter Codrington van het AZP zei me, ja, je moet gaan vaccineren. Hoe kan het dat je in het lab werkt? En je bent zorgpersoneel en je wil niet. Toen zei ik hem, nee, ik heb ook aan mijn huisarts uitgelegd van dat ik documenten gelezen, want ik ben iemand die loopt lezen. Ik ga niet graag met de stroom mee, ook al praat ik niet veel. Maar ik heb gelezen dat het AstraZeneca-vaccin je fertiliteit uiteindelijk, het heeft invloed op je fertiliteit. En dat is eigenlijk een reden waarom ik besloten had niet te vaccineren. Achteraf had ik er spijt van in het ziekenhuis, want ik heb ook mijn hele leven lang gezegd van dat ik niet zeker ben als ik een kinderwens heb. Dus ik ben gaan zitten in het ziekenhuis en ik kwam wel bij van wat heb ik mezelf aangedaan. Als je niet zeker bent als je kinderen wilt, waarom ga je dan niet vaccineren? Waarom heb je een vrees voor het vaccin? En in het ziekenhuis heb ik besloten dat als ik er doorheen kom en ik het overleef, dat ik wel het vaccin zal nemen. Omdat ik niet nog een keer eigenlijk in het ziekenhuis wil belanden. Ja, dat heb ik wel gezegd aan mezelf. Van, ik ga niet nog een keer aan de zuurstof. Ik weet niet als het heftiger zal zijn. Als er een agressievere variant bijvoorbeeld me ervoor zal zorgen dat ik bijvoorbeeld weer in het ziekenhuis moet belanden. En ik heb gezegd, ik bespaar mezelf dat wel. Dus eigenlijk is dat besef wel gekomen van waarom zou ik eigenlijk bang moeten zijn voor AstraZeneca of Pfizer of any type of COVID-vaccin als ik in het verleden ook al andere vaccins genomen heb? Want bijvoorbeeld als je in het lab moet werken met een proefdieren of menselijk materiaal, dien je het hepatitis B-vaccin te nemen en ik heb me vrijblijvend daarmee laten vaccineren. Als jong meisje heb ik ook rode hond en andere mazelen en andere type vaccins gekregen, als baby ook. En ze hebben allemaal hun bijwerkingen gehad. Je krijgt ook koorts en andere type bijwerkingen waren er. Dus ik ben wel gaan beseffen van dat eigenlijk mijn vrees nergens voor nodig was en dat ik eigenlijk zelf ervoor heb gezorgd dat ik eigenlijk die heftige klachten heb gekregen van COVID. Want met het vaccin zou ik waarschijnlijk wel geïnfecteerd kunnen raken met COVID. Bijvoorbeeld als men ook zegt van ja, je mag nu vrijblijvend lopen zonder mondkapjes. Kan het dat je ook nog besmet raakt, maar ik denk wel dat je mildere klachten moet krijgen. Want daarvoor is het vaccin er uiteindelijk. En tot zover dan dit ontroerend verhaal van Phyllis. Tot zover het COVID-19 journaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.